Welkom in de online webshop voor al uw Heurman onderdelen, handzenders en bedieningsmaterialen. In deze film demonstreren wij het programmeren van de FCT3 en de FCT10BS van de nieuwste generatie. Het verschil tussen de FCT3 en de FCT10BS is de mogelijkheid van het ingeven van een pincode. Bij de FCT3BS kan een pincode van maximaal 4 cijfers geplaatst worden en bij de FCT10BS 4 tot 6 cijfers. De FCT10BS geeft ook een geluidssignaal als indicatie dat er een toets is ingedrukt. Bij de FCT3BS wordt het alleen maar weergegeven door middel van het blauwe LED boven in het display. Met de codeschakelaar FCT3BS kunnen 3 verschillende deuren geopend worden. Met de codeschakelaar FCT10BS kunnen tot 10 deuren separaat geopend worden. Om dit te kunnen programmeren heb je ook 3 verschillende pincodes nodig. En 3 verschillende plaatsen in de codeschakelaar waar je dat programmeert. We beginnen bij de FCT3BS en bij de FCT10BS met codeplaats 1. Daar gaan we nu de eerste pincode in programmeren. We beginnen als volgt. We drukken een willekeurige toets in, bevestigen dat met de sleuteltoets, drukken de codeplaats in, bevestigen het wederom met de sleuteltoets, drukken de pincode in dit geval 1, 2, 3, 4, bevestigen die met de sleuteltoets en drukken nogmaals de code in en bevestigen het met de sleuteltoets. Wanneer het goed is gegaan, blijft het lampje iets langer blauw oplichten. Nadat de pincode is ingegeven, halen we het apparaatje van de muur en nemen deze mee naar de motor om de codeschakelaar aan te leren aan de elektrische aandrijving. Er zijn 2 mogelijkheden voor het aanleren van de codeschakelaar aan de elektrische aandrijving. De eerste is wat we hier demonstreren, dat we het rechtstreeks aan de motor aanleren. Het tweede is dat we de handzender kopiëren naar de codeschakelaar. Dat volgt in een nader filmpje. Nadat de pincode is ingegeven in ofwel de FCT3 of de FCT10BS, gaan we deze dus aanleren aan de elektrische aandrijving. Als eerste drukken we het programmeertoetsje in van de motor, 1 maal en dan nog een keer om in de programmeercode te komen. Er gaat een rode LED langzaam branden. We toetsen nu een willekeurige toets in om de codeschakelaar te activeren, drukken dan de geldende pincode in, drukken op de sleuteltoets en houden deze ingedrukt. De lamp gaat even uit, gaat daarna aan rood-blauw knipperen en het rode LEDje boven gaat sneller knipperen. Op dat moment is de codeschakelaar aangeleerd. Om nu uit het programmeermenu te komen, drukken we nog 6 keer op de programmeertoets totdat deze lang blijft branden. Groen. En daarmee is het volledige inleren geëindigd. Heeft u ondanks deze uitleg nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.